Ik ben Brenda Dekker. Ik werk op Dagcentrum de Ontmoeting in Veenendaal. Ik werk daar op de Ervaar het maar groep op de EMB groep. EMB staat voor ernstig meervoudig beperkt. Ik wilde verdieping omdat ik mijn cliënten meer wilde bieden. Dat ik meer wist van achtergrond, waarom ze reageren, hoe ze reageren. En je weet wel heel veel, maar ik wilde daar nog net wat meer, zodat je cliënten nog een betere dag kan geven. Hey Bart. Nou, Bart die heeft normaal armspalken om. En als hij dat niet heeft, dan zie je dat hij met zijn hand in zijn mond. En door deze zandzak op zijn borstkas te leggen, geven wij hem die stabiliteit en kan hij zijn hand uit zijn mond halen. En staat hij meer open voor contact. Ja, want hij keek me net echt aan. En goed zo. En toen was er de post-HBO-opleiding ondersteunen van mensen met EMB. En die ben ik gaan volgen en daar wordt het lakswerken in verwerkt. De letters voor laks staan, de L is voor lichamelijk welzijn, de A voor alertheid, de C voor contact, de tweede C voor communicatie en de S voor stimulerende tijdsbesteding. En eigenlijk moet het leven voor onze cliënten op al die 5 vlakken goed zijn. En dan heb je het goede leven met laks. Met Chris zijn we bezig geweest, ja, eigenlijk met de S van stimulerende tijdsbesteding. Hallo, hebben jullie nog boodschappen nodig? De activiteit die we met Chris doen is een boodschappentaak. We gaan dan binnen het gebouw alle groepen langs om te kijken of de mensen nog boodschappen op de groep nodig hebben. En Chris die drukt dan met zijn hand op de knop. Hallo, hebben jullie nog boodschappen nodig? En door zelf de knop in te drukken. Beleeft hij meer plezier aan de activiteit en heeft hij daar zelf ook echt invloed op om de knop in te drukken of niet. En je ziet ook dat hij daar eigenlijk wel trots op is. Koffie, melk, wil ja, ik ook. Ja, je ziet het plezier ervan dat ze het zelf meer moeten doen. Je bent geneigd met deze doelgroep om snel dingen over te nemen, terwijl ze best wel veel zelf kunnen doen. Dat brengt mij dat ik heel veel energie ervan krijg. Ik vind het heel leuk om ermee aan de gang te gaan. Ja, om dan ook gelijk nog eens resultaten van te zien. Dus dat levert het mij op en dan zie ik dat de cliënten het goed hebben en dan heb ik het ook goed.